We openen deze middag Gods woord in twee brieven van de apostel Paulus. De tweede brief aan de gemeente te Korinthe, het vijfde hoofdstuk, de verzen 11 tot en met 21. En de eerste brief die hij schreef aan zijn geestelijke zoon Timotheus, het vierde hoofdstuk, de verzen 6 tot en met 16. Allereerst 2 Korinthe 5, de verzen 11 tot en met 21. En daar zegt de Heilige Geest door de dienst van Paulus: wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En hij is voor alle gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baadde. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. De tweede schriftlezing is uit 1 Timotheus 4. En we lezen daar vanaf het zesde vers. En daar schrijft Paulus, als hij eerst heeft uitgelegd wat Timotheus zijn gemeente moet voorhouden in de woordbediening. Als gij deze dingen de broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Opgevoed in de woorden van het geloof en van de goede leer, welke gij achtervolgd hebt. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen en oefen uzelf tot godzaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Want hiertoe arbeiden wij ook en worden gesmaad, omdat wij gehoopt hebben op de levende God die een behouder is van alle mensen, maar het allermeest van de gelovigen. Beveel deze dingen, leer ze. Niemand verachte uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld van de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kom. Verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie met oplegging der handen van het ouderlingschap. Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles. Heb acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. Tot zover de lezing van Gods heilig woord.
Op deze en op nog veel andere plaatsen uit Gods woord is gefundeerd wat wij belijden in artikel 29 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. We lezen ook dat artikel, artikel 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, die handelt over het onderscheid en de merktekenen van de ware en de valse kerk. Wij geloven dat men wel naarstiglijk, ijverig en met goede voorzichtigheid uit het woord van God behoort te onderscheiden welke de ware kerk is. Aangezien dat alle sekten die heden ten dagen in de wereld zijn zich met de naam van de kerk bedekken. Wij spreken hier niet van het gezelschap van de hypocrieten, de schijnheiligen, die in de kerk onder de goede vermengd zijn en intussen wel van de kerk niet zijn, hoewel zij het naar het lichaam in haar zijn. Maar wij zeggen dat men het lichaam en de gemeenschap van de ware kerk onderscheiden zal van alle sekten welke zeggen dat zij de kerk zijn. De merktekenen om de ware kerk te kennen zijn deze. Zo de kerk de reine predikatie van het evangelie oefent, indien zij gebruikt de reine bediening van de sacramenten, zoals ze Christus ingesteld heeft. Zo de kerkelijke tucht gebruikt wordt om de zonde te straffen. In het kort, zo men zich aanstelt, richt naar het zuivere woord van God, verwerpende alle dingen die daartegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige hoofd. Hierdoor kan men zekerlijk de ware kerk kennen. En het komt niemand toe zich daarvan te scheiden. En aangaande degenen die van de kerk zijn, die kan men kennen uit de merktekenen van de christenen, te weten uit het geloof. En wanneer zij, aangenomen hebbende de enige zaligmaker, Jezus Christus, de zonde vlieden en de gerechtigheid najagen, de ware God en hun naaste lief hebben, niet afwijkende nog ter rechter, nog ter linkerhand, en hun vrees kruisigen met zijn werken. Alzo, nochtans niet alsof er nog geen grote zwakheid in hen zij, maar zij strijden daartegen door de geest, al de dagen van hun leven, nemende gestadig hun toevlucht tot het bloed, de dood en het lijden en de gehoorzaamheid van de Heer Jezus, in wie zij vergeving van hun zonde hebben door het geloof in hem. Aangaande de valse kerk, die schrijft zich en haar ordinantie-instellingen meer macht en autoriteit toe dan het woord van God. En wil zich aan het juk van Christus niet onderwerpen. Zij bedient de sacramenten niet zoals Christus in zijn woord verordineerd heeft, maar zij doet daaraan af en ze doet eraan toe, gelijk als het haar goed dunkt. Zij grondt zich meer op de mensen dan op Christus. Zij vervolgt degene die heilig leven naar het woord van God en die haar bestraffen over haar gebreken, gierigheid en afgoderijen. Deze twee kerken zijn lichtelijk te kennen, eenvoudig te kennen en van elkaar te onderscheiden. Tot zover onze belijdenis. We luisteren naar Gods woord deze middag uit twee gedeelten. De gedeelte die we gelezen hebben. Het slotstukje van vers 18 uit 2 Korinthe 5. Waar Paulus schrijft en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. En uit 1 Timotheus 4, het 16e vers. Heb acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. Bij ook het luisteren naar het onderwijs uit artikel 29 zal deze middag vooral het accent dan liggen op dat allereerste teken, merkteken van de ware kerk, namelijk de prediking. Daaruit vloeien ook voort het rechte zicht op de sacramenten en de handhaving van de tucht. Na de prediking willen we zingen uit Psalm 133, de verzen 1 en 3... Psalm 133, vers 1 en 3. En u krijgt gelegenheid om de Heer uw gaven te geven in de eerste rondgang voor de kerk.
In de tweede rondgang voor de opleiding voor predikanten, onze Theologische Universiteit. Een extra collecte voor de kerk is de derde rondgang. En bij de uitgang wordt u gevraagd om te denken in uw gave aan de adoptiekinderen. Geliefde gemeente, wij belijden dus principieel, en dat hebben we net ook gedaan met de 12 artikelen, één kerk. Één heilige, apostolische, algemene, christelijke kerk. En ik weet niet hoe u dat hoort en meebeleidt, maar als je dat dan weer uitspreekt, dan heeft dat ook toch iets in zich van verootmoediging en belijdenis van schuld, dat die ene kerk die we belijden uiterlijk, zichtbaar, er zo niet uitziet. En als je dat beleid ook weer een oproep hoort daarin, om niet te berusten in de veelheid van kerkverbanden, maar dat je de eenheid ook zal zoeken. Een eenheid die gegeven is in het hoofd van het lichaam, in Christus zelf. En waar hij in het hoge priesterlijk gebed, Johannes 17, ook om bidt. Waar hij zijn vader vraagt, opdat zij alle één zijn, gelijkerwijs gij, vader in mij en ik in u, dat zij ook in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Dat gebed, en ik wil dat deze middag toch even onderstrepen, dat gebed is in de eerste plaats het gebed van de heiland. Van de hoge priester voor zijn volk. Opdat zij alle één zijn. En niet, zoals nogal eens vaak gezegd en beweerd wordt en tegen elkaar aangezegd wordt, een opdracht van ons. Dat wij die eenheid tot stand moeten brengen. Christus bidt zijn Vader om de eenheid van zijn gelovigen in ons, zegt hij. Zoals de Vader en de Zoon op een nauwelijks uit te spreken, uit te drukken, onder woorden te brengen wijze, één zijn, de Vader in de Zoon in de Vader, in genade, in heiligheid, in gerechtigheid, in barmhartigheid, in de volmaakte liefde en wijsheid, zo bidt de Heiland, Vader, laat degene die u mij gegeven hebt in ons één zijn. Hij bidt dat ze zijn gelovigen zo vervuld zullen worden met hoe de Vader en de Zoon één zijn, dat zij in dat goddelijke wezen ook samen die eenheid mogen ervaren en beleven. Dat het werk van de drie enige God in hun leven tot uiting komt. Weet u waar Christus voor bidt in Johannes 17? Hiervoor, wat Johannes op Patmos mocht horen zingen. En hij zag daar allerlei gekleurde en blanke mensen staan. En hij zag allerlei leeftijden staan en hij hoorde allerlei talen. Maar ze zongen het ene lied. Gij hebt ons, Goden, gekocht met uw bloed. Die eenheid. En als je dan in hetzelfde taalgebied woont en als je dan binnen dezelfde landsgrenzen woont en als je dan datzelfde geestelijke lied leert kennen, ja, dan zoek je die eenheid. Maar die eenheid begint bij wat Christus bidt, één zijn in de Vader en Christus. En dat is geen eenheid die wij bewerken of vaststellen of teweeg brengen. Wij hebben ons daarbij te voegen. We zijn zelfs schuldig om ons bij de ware kerk te voegen. Maar als we dat beleden hebben de vorige keer, dan komt die vraag natuurlijk boven. Wat is dan die ware kerk? Hoe kan ik die vinden? Waar moet ik op letten? Wat zijn de kenmerken daarvan? Moet ik dan letten op de kerkgeschiedenis? Moet ik dan letten op de kerkgebouwen? Moet ik letten op mensen? Moet ik letten op dominees? Moet ik letten op de sfeer? Niet van dat. Maar wij belijden op grond van Gods woord drie kenmerken
die samenhangen en die uit elkaar voortvloeien. En die we ook in deze preek maar gewoon op de voet volgen onder het thema de kerk, waar of vals. Dat is te horen in de prediking, dat is te zien in de sacramenten en dat is te merken in de tucht. Dus de kerk, waar of vals, dat kun je horen in de prediking, dat kun je zien in de sacramenten, dat kun je merken in de tucht. Het is Christus die op zoek gaat naar het verlorene om dat te vinden en op te rapen en bijeen te brengen en als een herder de kudde verzamelt. Als degene die de leden van het lichaam op zijn plek zet en het zo het lichaam laat functioneren. Dat doet de Heer. En de vorige keer hebben we geluisterd naar datgene wat dat uitwerkt om te luisteren naar zijn stem. Gebonden te worden aan hem. Om te buigen voor zijn woord, om te bouwen aan zijn koninkrijk. Nou, die drie woorden hoor je ook in Matteüs 28, het slot van Matteüs 28. Die komen daar ook naar voren. Als de Heer Jezus vlak voor zijn hemelvaart tegen zijn discipelen zegt en ze de opdracht geeft, ga heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en hen lerende onderhouden al wat ik u geboden heb. En dan zie je de discipelen daar staan, die gebonden zijn aan Christus. Die horen dit woord en die buigen daarvoor. En die gaan heen om te bouwen aan dat koninkrijk. En wat moeten ze dan doen? De drie onderdelen die de belijdenis noemt en die ook de drie onderdelen voor de preek vormen. Prediking van het woord, bediening van de sacramenten, handhaving van de tucht, komen hier letterlijk in voor. Wat moeten ze doen? Ze moeten het evangelie gaan prediken. Wat moeten ze doen? Ze moeten gaan dopen, dat is de sacramenten bedienen. Wat moeten ze doen? Ze moeten de gemeente leren zich te houden aan wat Christus geboden heeft. En dat betekent dus ook als er gemeenteleden zijn die afwijken daarvan, ze terugtrekken. En dan lees je in het Nieuwe Testament dat er ook allerlei waarschuwingen komen. Paulus, die bij zijn afscheid van de ouderlingen in Efeze, ze waarschuwt, er komt een tijd aan, wees alert, dat er zware wolven komen, felle wolven, venijnige wolven die de kudde zoeken te verstrooien, die de kudde bedreigen, dat kan van binnenuit komen, dat kan van buitenaf komen. Hij waarschuwt Timotheus, heb acht op jezelf en op de leer, hou daaraan vast. Want dat heeft alles te maken met of je behouden wordt en of degene die je horen behouden worden. En in zijn tweede brief schrijft hij aan Timotheus die waarschuwing dat er een tijd zal komen dat er mensen zijn die de gezonde leer niet meer verdragen kunnen, maar die af gaan wijken en zichzelf een leer en leraars vergaderen. En op allerlei manieren kom je steeds de waarschuwing tegen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, om bij het woord te blijven. En in alle tijden is er de waarschuwing voor valse profeten, voor dwaalleraars, voor verkeerde boodschappen. Heb acht op uzelf en op de leer. En dat blijft de oproep voor de kerk. Ook als je leeft in een tijd waarin er de nadruk op gelegd wordt en je het zo vaak kan horen, je moet niet kijken naar wat scheiding maakt, maar naar wat verbindt. En die uitspraak heeft wel enig recht van spreken, dat zal ik niet ontkennen. Sommige verschillen die kunnen ook enorm worden opgeblazen. Maar het is niet zo dat alle verschillen wegsmeltende sneeuw zijn als je maar over Jezus kunt spreken. Want als je over Jezus spreekt, dan spreek je over hem die de opdracht geeft, predik het evangelie, bedien de sacramenten, handhaaf de tucht. En dan moeten we waken voor alles wat ons bij dat wat Christus opdraagt zou kunnen wegtrekken of dat zou kunnen verzwakken
of wat hij geboden heeft om te doen, niet meer te doen. Waar komt het op aan? Ja, dan komt het aan op onderscheidingsvermogen. Dan komt het aan op het werk van de geest in je hart, die de gave van onderscheiding in de gemeente wil geven. Om de geesten te onderscheiden. Waar komt het nou vandaan, wat ik hoor? En dan belijden wij dat we naarstig, dat is ijverig, ingespannen en met goede voorzichtigheid, dat is heel zorgvuldig, moeten onderscheiden wat nou waar is en wat niet. En we belijden aan het slot van artikel 29, als we dat dan ijverig en heel voorzichtig doen, dat het dan niet moeilijk is om dat verschil te ontdekken. Gemeente, wie zich ijverig verdiept in de gezonde leer, in de leer die naar de schriften is, die gaat ontdekken wat waar is en wat niet. En zou daar vandaag de dag ook niet het vaak misgaan. Dat we de gezonde leer niet meer kennen. En dat wat we misschien horen en aardig klinkt, al gauw wordt aangenomen voor dat is het. De belijdenisgeschriften zijn wel eens genoemd een bril waardoor je de schriften leest. Nou gemeente, laat je niet dat aanpraten. Onze belijdenisgeschriften zijn geen leesbril hoe je de Bijbel moet lezen. Onze belijdenisgeschriften die vatten samen wat de Bijbel getuigt. Dat is geen leesbril. De belijdenis vat het samen. En wie dat ijverig bestudeert, die gaat ontdekken wat waar is en vals. En waar en vals zijn natuurlijk in de tijd waarin we leven geen modewoorden. Want iedereen mag zijn eigen waarheid hebben en zijn eigen overtuiging hebben. En niemand heeft exclusief de waarheid. Verbeeld je maar niks. Maar als Christus zichzelf noemt het licht der wereld. En als zijn woord schijnt als een licht in de duisternis. Wat zullen dan allerlei andere overtuigingen zich aanmatigen dat zij het kunnen weten? Dat is duisternis. Wat zie je in de duisternis? Je ziet niks in de duisternis. Christus is het licht. En zijn woord schijnt als een licht in de duisternis. En bij dat licht onderscheid je waar en vals. En dat geldt dan niet alleen maar buiten de kerk in deze wereld. Dat geldt ook binnen die kring waar de Bijbel nog open gaat. Op een bepaalde manier soms. De belijdenis schrijft over sekten. Sekten, dat is van het Latijnse woord sectare, afsnijden. Dus dat zijn groepjes die zich hebben afgesneden zelf van de kerk. Omdat ze op een bepaald detail van de schrift heel veel nadruk leggen. Het overaccentueren van een bepaald onderdeel of andere delen weglaten. Dat lezen we niet, dat hoort er niet bij, dat geldt niet voor ons. De Jehova's getuigen zijn een sekte, om maar een voorbeeld te noemen. Of van die groepjes mensen die een leider volgen, die eigenlijk de absolute macht heeft. Nou, dat is niet de kerk van Christus. Christus is het enige hoofd. En Johannes waarschuwt in zijn tweede brief, het 10e vers, om daar geen geloofsgemeenschap, geestelijke gemeenschap mee te oefenen. Want het gaat om de eer van Christus. Waar komt het op aan? Op dat onderscheidingsvermogen. Zorgvuldig en met wijsheid, op grond van Gods woord, onderscheid maken tussen wat waar en vals is. Want het woord is een tweesnijdend scherp zwaard. En als dat in Hebreeën gezegd wordt, dan gaat het niet eens meer over naar buiten toe, naar de wereld, of naar andere sekten en groeperingen toe, maar dan snijdt het zwaard ook in eigen vlees. Want dan kan de opgestane Christus dat zwaard ook hanteren tegen een gemeente die van hem is in Openbaring 2. Bekeer u en zo niet, ik zal krijgen met u voeren met het zwaard.
Nou, hoe is die ware kerk dan te herkennen? En ik zei al, op het eerste punt zal het meeste accent liggen als het gaat om de prediking van het evangelie. De zuivere, reine prediking van het evangelie. Daar staat of valt de kerk mee. Dat is ook de eerste opdracht die de discipelen krijgen. Predik het evangelie, verkondig mijn woord. Want het heeft God behaagd om door de dwaasheid van die prediking zondaren zalig te maken. En wat is dan de zuivere prediking? Wat is dan reine woordverkondiging? Dan moet je terug naar het woord. Dat is het voorbeeld. Hoe de profeten het deden. Wat vind je in de verkondiging van de profeten? Wat vind je in de verkondiging van Christus zelf? Wat vind je in de verkondiging van de apostelen? Hoe deden zij dat? Wat zeiden ze? En hoe zeiden ze het? Dat is de prediking van de volle raad van God. De prediking die met twee woorden spreekt. Uitverkiezing en verantwoordelijkheid. Zonde en genade. Wet en evangelie. Ik zal het nog anders zeggen zoals Paulus het zegt in onze tekst deze middag. Wat is de prediking? De prediking is de bediening van de verzoening. En dat is een uitdrukking die verwijst naar het Oude Testament. En ook Petrus gebruikt die verwijzing naar het Oude Testament als hij in zijn eerste brief de gelovigen aanspreekt als degene die besprenkeld zijn met het bloed van Christus. En Openbaring 7 verwijst ernaar. Wie zijn dat die daar wandelen in die witte klederen? Dat zijn zij die hun klederen wit gewassen hebben in het bloed van het lam. Prediking is bediening van de verzoening. En dat is het beeld van het offer. En hoe ging dat? Nou, dat offerdier dat stond tussen de Israëliet en de priester bij het altaar. Stond daar tussenin. En de Israëliet die bracht dat offerlam, een volkomen dier, zonder gebreken. En hij legde zijn hand op de kop van dat dier en hij beleed zijn zonde. En door zijn hand te leggen op de kop van het dier, was het symbolische beeld dat zijn zonden gelegd werden op het lam. Want de wet eiste de dood tegen de zondaar. En dan ging de wet dat eisen van dat lam. En het lam werd geslacht en het bloed werd opgevangen. En dat lam werd geofferd en verbrand op het altaar. En dan doopte de priester zijn handen in het bloed dat in een schaal was en hij sprenkelde het op de Israëliet. En die bloedspetters die verbonden die Israëliet aan het gedode lam dat in zijn plaats de straf droeg. En als hij terug naar huis ging met zijn met bloed besprenkelde kleed, dan was dat bloed het getuigenis. Dat lam dood, ik leef. Dat lam in mijn plaats. Daar kom je toch voor in de kerk? Na een week waarin je allerlei zonden hebt begaan in gedachten, in woorden, in daden, in dingen die je niet gedaan hebt en wel had moeten doen en die je ook schuldig stellen voor een heilig God. Daar kom je toch voor in de kerk om besprenkeld te worden met het bloed dat reinigt van alle zonden? Om het weer te mogen horen, om het soms weer te mogen zien in het teken van de heilige doop. Om het te mogen zien in het teken van het heilige avondmaal. Dat machtige, dat zielvertroostende, ik voor u. Anders had jij de eeuwige dood moeten sterven. Dat geeft leven. Daar kan ik van leven. En als de gelovige dat niet hoort. En als de gelovige daar niet in verder geleid wordt en er meer mag van gaan kennen en het dieper leert kennen, dan hoort hij niks. Dan wordt de gelovige niet gevoed. En dan verkommert hij op de duur. De gezonde prediking, het gezonde voedsel is Christus, zijn persoon en zijn werk. Ja, dominee, moet dat nou elke zondag gepreekt worden? Gemeente, het kan nog niet, maar
Ik zou het niet anders willen. Iedere zondag 2 keer. Maar goed, het gaat er niet eens om wat een dominee wil of niet. Het gaat erom wat God wil. En de Heere wil dat zijn naam verkondigd wordt. En hij zegt wat het moet zijn. Verkondig het evangelie. En dan hoor ik een apostel door de geest geleid zeggen: wat is dat nou, het evangelie verkondigen? Ik heb onder u niet anders geweten dan Christus en die gekruisigd. En als iemand een ander evangelie komt brengen aan u, die zij vervloekt, gelaten. In elke preek. Wel, daar geeft de apostel Paulus ook zo'n mooi voorbeeld van. Je mag in de preek best alledaagse dingen behandelen en hoe je als christen hebt te leven. Ik herinner u even aan de nieuwjaarspreek uit Romeinen 14. Daar ging het over wel of niet eten van offervlees. Dat van vlees dat aan de afgoden was geofferd, of wel of niet houden van een bepaalde feestdag. En daar gaat Paulus op in. Maar dan komt hij ineens, als het ware, bij de kern waar het om gaat. Hoe kom je nou tot antwoorden in het dagelijks leven? Als je bij de kern komt. Het is dat ik leef. Ik leef voor de Heere. Het is als ik sterf, sterf ik voor de Heere. Indien ik leef of als ik sterf. Ik ben van de Heere. En als je van de Heere bent, dan kan dat alleen maar door Jezus Christus en die gekruisigd, door het bloed van het lam. Ziet u? De verzoening met God doortrekt het hele leven van iedere dag. En als je met vragen zit voor je alledaagse leven, dan leidt de geest je altijd weer terug naar de kern van waar je het vinden kan. Jezus Christus. En wie Jezus zegt, die zegt hij die zijn volk zal zalig maken van hun zonde. Prediking is bediening van de verzoening. En op de kansel moet het bloed gesprenkeld worden over de hoorders. En steeds weer opgeroepen worden om in geloof tot het lam Gods te gaan. Om het lam Gods te zien dat de zonde der wereld wegdraagt. Om steeds maar weer je kleed wit te wassen in dat bloed. En een preek waarin het bloed van Christus niet wordt gesprenkeld, dat is geen verkondiging van het evangelie. Dat is een lezing. En misschien wel mooi en misschien wel interessant en misschien wel leerzaam en boeiend. Maar geen bediening van de verzoening die God gegeven heeft aan de geroepenen om het woord te verkondigen. Want zondaren moeten worden gered en moeten worden geleid in het spoor van de herder. En dat moet iedere prediker zich steeds weer realiseren. Iedere prediker die door God geroepen is, die voelt iets van dat gewicht. Wat Ezechiël ook heeft gevoeld toen hij geroepen werd tot het profetenambt. En hij de opdracht kreeg om de goddelozen te waarschuwen dat ze zich van die goddeloze weg zouden moeten bekeren. En dat hij de rechtvaardigen moest waarschuwen dat ze niet van de weg zouden afwijken. En als Ezechiël dat niet deed en zijn mond hield of het maar een beetje mooi praatte, dan zei God: en als je het niet doet, Ezechiël, dan zal ik het bloed van je hoorders van jouw hand afeisen. Dat betekent dat een prediker van het evangelie zich bij iedere preek moet realiseren. Straks voor de rechterstoel zal God mij vragen: wat heb je nou gedaan met je hoorders? Wat heb je ze nou gezegd? Heb je het evangelie verkondigd? Heb je de verzoening bediend? Of niet? Dat is het gewicht van de prediking. Wat je overigens ook met blijdschap en met vreugde mag doen. Als je je wil laat leiden door de geest en de geest je de woorden geeft. Betekent dat nou dat als die zuivere prediking er is, dat in de kerk dan alleen maar ware gelovigen zitten? Nou, de belijdenis zegt daar ook wat over. Prediking heeft ook nog binnen de gemeente onderscheid te maken. Want zelfs binnen een zuivere kerk, onder een zuivere prediking,
kun je niet zeggen dat er alleen maar ware gelovigen zitten. Denk eens aan de gelijkenis van die 10 meisjes, die 10 maagden. Het is dat de Heer Jezus van tevoren gezegd heeft, er zijn er 5 wijzen en 5 dwaas. Maar vervolgens weet je tot aan het eind niet wat nou de dwaasheid is van die 5 meisjes. Allemaal een uitnodiging voor de bruiloft, allemaal gaan ze erop in, allemaal kleden ze zich voor de bruiloft, allemaal gaan ze op pad, allemaal wachten ze op de bruidegom, allemaal vallen ze in slaap, allemaal worden ze wakker, allemaal willen ze hun lamp aansteken. En pas dan blijkt het, wel of geen olie. De scheiding loopt er dwars doorheen. Denk aan de koninklijke bruiloft, die gelijkenis. Daar zit iemand aan de maaltijd met geen feestkleed aan. Vriend, hoe ben je hier binnengekomen? En dan wordt hij vastgebonden en buiten geworpen in de buitenste duisternis. Denk aan de gelijkenis van de ware wijnstok met de ranken. Iedere rank die geen vrucht draagt, die wordt afgeknipt en verzameld en in het vuur geworpen. De scheidslijn loopt dwars door de gemeente heen waar de zuivere prediking klinkt. Want er zijn 2 soorten verbondskinderen in de gemeente. Allemaal krijgen ze de belofte van God. Allemaal krijgen ze de eisen van het verbond om met God te leren leven. Maar ook Paulus zegt, het is niet alles Israël wat Israël genoemd wordt, helaas. Dat is een waarschuwend voorbeeld. In de kerk kun je zitten, daar waar het woord zuiver gepreekt wordt. Maar je kunt toch ook dan nog steeds niet van de kerk zijn. Hypocrieten noemt de belijdenis dat. Dat woord komt van een Grieks woord dat eigenlijk betekent toneelspeler. Ik heb het de vorige dienst protheses genoemd. Geen levende ledematen, maar er een beetje bijhangend. Toneelspelers, meelopers, doen alsof. Zelfs tot in de taal aan toe, hè? Dat kan. Je kan de teksten, een toneelspeler kan de teksten goed uit zijn hoofd leren en zo natuurlijk mogelijk overbrengen. Je kunt er nog prijzen mee winnen ook. Niet in de kerk, maar u snapt wat ik bedoel. Zo goed kan je het. En daarom is het ook nodig dat je zelf beproeving hebt in de prediking. Bediening van de verzoening is ook de zelfbeproeving aan de orde stellen. En een prediker van het woord hoeft niet lief of aardig gevonden te worden, of leuk, als die maar eerlijk bevonden wordt. Wat is zuivere prediking? De middagdienst is een leerdienst. U vindt het vast niet erg als ik samen met u een klein beetje de diepte in ga. Wat is nou een zuivere prediking? Waar moet je nou op letten? Het is een heel rijtje, u kan meeschrijven of nog eens naluisteren. Maar oefent u zich daarin? Het woord dat verkondigd wordt, moet schriftuurlijk zijn. Nou, dat is niet zo'n moeilijk woord. Het moet uit de Bijbel opkomen. U moet het kunnen nalezen wat u verkondigd wordt. Het moet gebaseerd zijn op de schrift en kloppen met de Bijbel, schriftuurlijk. Wij belijden ook dat de prediking confessioneel moet zijn. Wat is dat? De confessie is de belijdenis. Als wij zeggen ik geloof in, dan staat er in het Latijn als eerste woord confessio. Ik geloof, ik belijd. Dus de prediking moet de leer van het woord ook volgen. Overeenkomstig de confessie, de belijdenis zijn. Kloppen met wat wij als leer van de schrift beleiden. Schriftuurlijk, confessioneel. U mag erop letten of de prediking trinitarisch is. En triniteit is een ander woord voor de drie-eenheid. In de prediking moet u horen van het werk van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest. En in die prediking moet Christus centraal staan. Het middelpunt zijn, zijn persoon, zijn werk, zijn woorden. Christocentrisch. Die prediking moet ook pneumatologisch zijn. En dat is het woord voor de geest.
Het werk van de Heilige Geest. Hoe werkt die geest? Wat werkt die in het hart van een zondaar? In de prediking moet u horen de heilsorde. Hoe gaat Christus wat hij verdiend heeft nu schenken aan een zondaar? Hoe gaat dat? In de roeping, in de wedergeboorte, in geloof, in bekering, in rechtvaardiging, heiliging en straks de heerlijkmaking. U mag van de prediking verwachten dat hij verbondsmatig is. God heeft een verbond gesloten. Heeft zijn belofte gegeven als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar hij vraagt van ieder verbondskind om nou met hem te leven in een nieuw godzalig leven. Prediking moet bevindelijk zijn. Je wilt toch ook weten hoe dat nou is, de omgang met de Heere, hoe God met mij omgaat en hoe het leven met de Heere is, het wandelen met God. Zoveel psalmen, lees de psalmen, die zingen, die spreken over het leven met de Heere, in de omgang met God, in de moeite, in de verdrukking, in de vreugde, in de worsteling, in de dankbaarheid. De prediking moet ontdekkend zijn. We zijn er meesters in om onze zonden recht te praten en regels te stellen waar we zelf precies invallen. Maar het woord ontdekt dat we zondaren zijn en verdoemelijk voor God. Je moet eerlijk behandeld worden. De prediking moet afsnijdend zijn. Dat wil zeggen dat je niet wordt gewezen op iets wat je zelf nog zou kunnen doen of aanbrengen. Niks van mij. Als we moeten leren zingen door u alleen om het eeuwig welbehagen, dan heb ik geleerd niets en niets voor mij. Afgesneden. Prediking moet appellerend zijn. Oproepen tot geloof. Bekering, waarschuwen voor het eeuwige oordeel als je in ongeloof en onbekeerlijkheid verder leeft. Vertroostend dat de belofte, met de belofte dat wie gelooft zal zalig worden. Maar nog een moeilijk woord, separerend. Dat is onderscheidend dus. Dat je onderscheid maakt in de prediking tussen de gelovigen en de ongelovigen. De onbekeerde en de bekeerde. En ze allebei aanspreekt. En niet roept vrede, vrede, geen gevaar. Nodigend moet de prediking zijn. Nodigend, wetend. De liefde van Christus die je drinkt. Lokkend tot Christus en zijn werk. Gunnend moet die prediking zijn. Want het gaat erom dat het huis van de Vader vol wordt. Om de eer van Christus. En zo gunnend dat het niet uitmaakt wie je bent en waar je vandaan komt en wat je gedaan hebt. Als je maar komt tot Christus om zijn werk aan je te laten verrichten. Ziet u, je bent nog niet zomaar uitgepreekt. En je bent nog niet zomaar uitgeluisterd. En als dit soort prediking bediening van de verzoening is, dan begrijpt u ook wel dat de dienaar van het woord het gebed van de gemeente zo nodig heeft, zoals Paulus dat ook vroeg aan de gemeente van Efeze, en bid voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt en de opening van mijn mond met vrijmoedigheid om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Want voor het brengen en het luisteren naar die prediking zijn we diep afhankelijk van de Heilige Geest. Ook in de kerkbank, bid hem voordat je naar de kerk gaat. Heilige Geest, open mijn hart voor uw woord en open het woord voor mijn hart. Bid het tijdens de preek. En bid het straks thuis nog maar door. Werk, Heere, met dat woord wat ik gehoord heb. Die zuivere prediking, en dan herhaal ik maar wat ik de vorige keer gezegd heb. 3, 2, 1. De drie stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid. De twee wegen, de brede en de smalle weg. En die ene naam
die onder de hemel gegeven is, waardoor wij behouden moeten worden. En wie door genade schapenoren heeft gekregen, die hoort de stem van de goede herder en volgt hem. Want zo behaagt het de Heer om door de prediking, de dwaasheid van de prediking, zondaar uit de duisternis te trekken tot het wonderbaar licht. Heb u zo leren luisteren naar de prediking? In geloof. En heeft de prediking ons ontdekt aan wie we zelf zijn voor God? Of bedekken we het dan gauw weer? Heeft de verkondiging ons door de wet uitgedreven naar Christus als de middelaar? Heeft de prediking ons aan de hand genomen en gebracht aan de kruisheuvel Golgotha om daar te zien op hem die daar lijdt en verlaten wordt door de Vader om zondaren te redden en terug te brengen in de gemeenschap met de Vader? Heeft de prediking in ons uitgewerkt dat geloofsvertrouwen, dat het bloed van Christus reinigt van al de zonden? En dat ik het in de prediking van woord en sacrament heb mogen horen en geloven. Dat wonderlijke ik voor u. Heeft de prediking ons geleid in ons alledaagse leven, in de weg die is tot eer van God, in onze handel en wandel, ons spreken, ons zwijgen? Heeft die prediking ons gebracht tot de aanbidding van de drie enige God en tot het gebed: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Heeft de prediking ons geleerd te leven vanaf de zondag als een met bloed besprenkeld mens, om in het alledaagse leven God de eer te geven en ons leven te heiligen in oprechte dankbaarheid? Dan kan ik geen preek missen, toch? Dan heb ik zoveel te leren van Christus, die hoogste profeet en leraar, en heb ik nog meer af te leren van mezelf. En ik zei al, de dienst zal het meest gaan over dat eerste punt, over de prediking, omdat de rest eruit voortvloeit. Wie de rechte prediking beluistert, die krijgt ook recht zicht op de bediening van de sacramenten. Dat gaat niet om gewoontes in de sacramenten, of traditie, zo zijn we dat nou eenmaal gewend, en dat doe je nou eenmaal. En natuurlijk, er kunnen wel verschillen zijn, verschillen in vormen soms ook. De kerk in Bujumbura doet het weer een beetje anders dan die in Pohang of hier in Rijnsburg. En toch, er zit in al die misschien kleine uiterlijke verschillen die kern, die inhoud, die de vorm bepaalt. Het komt aan op de inhoud. En dan is er iets uit al die monden die dan zingen, uit verschillende landen en volkeren en talen en generaties, datzelfde lied, hè? Gij hebt ons goden gekocht. En dat is ook te merken in de bediening van de sacramenten, die dat verkondigde evangelie onderstrepen. Er moeten dan wel bediend worden zoals Christus het heeft ingesteld, de heilige doop, met water en in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als teken en zegel van Gods trouwverbond en zijn belofte. Niet als een stempel op mijn geloof, maar op Gods belofte die waarachtig zijn. En het heilige avondmaal met gebroken brood en vergoten wijn, als een verwijzing naar zijn lijden en sterven, als gedachtenis aan zijn lijden en sterven, om zijn dood te verkondigen totdat hij wederkomt op de wolken. En dan hangt de rechte bediening van de sacramenten niet af van de dienaar. Natuurlijk moet hij dat doen, ook in geloof, voor zichzelf. Maar de zegen van de sacramenten hangt niet af van de bedienaar. Het gaat erom hoe ze bediend worden. Niet op een wijze dat het water van de heilige doop een of andere magische kracht zou bezitten, dat dat kind nu wedergeboren is door die doop.
En niet dat dat stukje brood en dat slokje wijn op een of andere mystieke manier genade in mij brengt, waardoor ik in staat gesteld word om goed te leven. Nee, als tekens en zegels van het werk van Christus dat ik nodig heb en alleen van Hem kan ontvangen. En zo moet je ook gebruik maken van de sacrament. Als je je kind ten doop houdt, niet maar uit gewoonte of bijgeloof. Van ja, dat wil ik mijn kind graag geven. Maar in geloof. Beleidend dat wij en onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. En daarom aan alle randen ellendigheid. Ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. En tegelijkertijd via dat water opziend naar Christus. Dat God in Christus ons en onze kinderen wil heiligen. En belooft alles wat nodig is om eeuwig zalig te mogen leven en sterven. En evengoed het heilige avondmaal. Niet maar deelnemen aan het heilige avondmaal omdat je belijdenis gedaan hebt en dat hoort dan toch zo. Maar daadwerkelijk belijdend, steeds weer opnieuw in je opstaan. Ik lig midden in de dood. En met mijn aangaan, maar ik zoek het leven buiten mezelf in Jezus Christus. En deelnemend aan de tafel, niet om daarmee te laten zien hoe goed en hoe ver gevorderd ik ben in het geloof. Maar om daar te zitten als een bedelaar die zegt, Heere, zeg het me nog eens. Ik ben uw heil alleen. Toon me uw liefde nog eens, want ik heb het zo verkwanseld in de afgelopen maanden. Opdat ik vast zou geloven dat ik tot uw genadeverbond behoor. Tot versterking van mijn geloof. Recht bediend, recht gebruikt. Naar Gods woord, in geloof, tot versterking van het geloof. Om des te meer zijn eer te mogen, tot zijn eer te mogen leven. En dat betekent ook om in zijn wegen te gaan. Om onderwijs te ontvangen in alles wat hij geboden heeft. En waar nodig gecorrigeerd en teruggeleid te worden. Dat ook. Handhaving van de tucht. Tucht komt van trekken, terugtrekken. Als iemand afdwaalt, dat je hem terugtrekt naar Christus. En dat is niet alleen maar uitbesteed aan de ouderlingen. Daar hebben we allemaal als dragers van het ambt aller gelovigen een opdracht. Leest u Matthäus 18 nog maar eens. Als u iemand ziet zondigen, is dat niet een verhaal voor bij de koffie. Heb je het al gehoord? Nee? Dan hebben we de christelijke plicht om eerst persoonlijk met diegene te spreken. En te zeggen, joh, zo niet. Terug. Kom. Terug naar Christus. En luistert diegene, dan zegt de Heer Jezus, dan heb je hem teruggewonnen, behouden. Luistert u niet, nog niet aan de koffietafel bespreken, maar met iemand anders in vertrouwen nemen en zeggen, joh, laten we samen naar diegene toe gaan en zeggen, joh, zo niet, terug, kom met ons naar Christus. Luistert iemand, heb je hem gewonnen? Zo niet, dan nog maar niet naar de koffie, dan maar naar een ouderling. Zeg het de gemeente, zegt Christus, daar bedoelt hij mee, zeg het de kerkenraad. Dat zij als ambtsdragers met ambtelijk gezag met zo iemand in alle liefde en bewogenheid kunnen spreken en zeggen, joh, zo niet, terug. Terug naar Christus. Hoort zo iemand, dan heb je hem gewonnen. Zo niet, ja, dan ga je de weg op van de censuur. De tucht, die dan ook gehandhaafd wordt in dat je iemand moet zeggen, joh, jij kan zo geen deel nemen aan de sacramenten. Bekeer je toch. En luistert zo iemand niet, dat dan de kerkenraad de gemeente vraagt. Er is iemand die in zonde leeft. Wil u bidden om bekering? En weer dat kopje koffie laten staan. En tegen elkaar zeggen, wie zou het wezen? Bidden. En luistert zo iemand niet, dan zal de kerkenraad op den duur de naam maar bekendmaken. Dat we heel gericht als gemeente zullen bidden. Wilt u voor die persoon uw geest zenden, dat hij terug mag keren in de schoot van de kerk. En als dat nog niet helpt, dan zal na een lange weg
van gesprek en gebed uiteindelijk tegen zo iemand moeten worden gezegd: joh, je hebt jezelf geamputeerd van het lichaam. En dat komen we je zeggen. Dat buiten het lichaam van Christus geen zaligheid is. Dus een allerlaatste poging om je terug te keren. En anders dan word je buitengesloten. De handhaving van de tucht, dat is ons aller opdracht. Tot eer van Christus. Tot het leven van de kerk. Prediking is altijd de positieve boodschap, dat er genade is voor zondaren. Dus wat de kenmerken van de valse kerk zijn, dat is alles niet wat de ware kerk wel is. We belijden heel wat in het 29e artikel. En als we dat belijden, dan beloven we daar tegelijkertijd bij dat we daarbij zullen blijven. Blijven bij onze belijdenis. Op grond van Gods woord. Want als we de genade niet krijgen, dan is het ook een gebed. Als we de genade niet krijgen om het woord getrouw te verkondigen. Om de sacramenten recht te blijven bedienen. Om de tucht te blijven handhaven. Dan zullen we zomaar ineens een gemeente worden waarin dat allemaal verwatert. En dan kunnen we zomaar trekken krijgen. Van de valse kerk. Zullen we het met de heiland meebidden, gemeente? Bewaar ons in uw naam. Bewaar ons bij uw woord en getuigenis. Zullen we het bidden voor elkaar en voor elkaar als gemeente? Vader, verhoor het gebed van uw zoon. Als hij u vraagt, Vader, bewaar ze in uw naam. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Laten we zoveel bidden om het werk van de Heilige Geest, persoonlijk en voor elkaar. Dat werk van wedergeboorte, geloof, bekering. Dat werk waarin de Geest ons gaat schenken wat Christus heeft verdiend. Opdat de gemeente vol worden van zijn liefde. Paulus bidt het voor de gemeente. En daar sluit ik mee af. Opdat Hij, dat is God, u geven. Naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. En gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Opdat gij ten volle kon begrijpen met al de heiligen. Wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte zij. En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hem nu die machtig is, meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, hem zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, in alle eeuwigheid. Amen.